Jongens en meisjes, dames en heren, allemaal de vlog van Gypsy Mafia in de gaten houden. Hey, leuk dat jullie kijken naar de tweede Gypsy Mafia vlog. Ik ben hier met Willem Haat, Nomad. En vandaag gaan we naar RTV Zoo. We zijn net even bij elkaar gekomen. We gaan daar een optreden geven live bij de radio. En ze gaan ons interviewen. Oostwanted is er ook. Dus ik denk dat het wel leuk wordt. Een nieuwe beleving. Oh, jongen. Deze jongen heeft net een nummertje opgenomen. En binnenkort kennen jullie die ook verwacht op de Gypsy Mafia YouTube kanaal. Kun je wat over vertellen? Ja, wat heel erg dik. Echt heel erg dik. Zo? Nee. Zo dik. En wat is de titel? Of wil je dat nog niet vrijgeven? Nee, dat wil ik nog niet vrijgeven. Ah, jongens, hij wil het nog liever niet vrijgeven. Maar, het eerste stukje heb ik al vrijgegeven. Nou. Op Facebook Live kwam die. En de preview is er nou, al. Doe hem nog één keer dan. Magalos die poekelen niet. Handelen ouds of kweken wat wiet. Ik ben van het kamp, ik ben niet van de schiet. Doen wat we willen zoals je het ziet. Is genoeg. Pa. De Gypsy Mafia. Pa. Hier wordt het dan allemaal verwacht. We gaan de eerste steen leggen nog. Niet vandaag, maar andere keer. Beeld even uit. Zo. 1, 2, 3. Nu moet je er nog niet naar kijken, nu is het nog een klerenbende. En hier komt een roldeur. Dan kennen we soms Pieter erin rollen. Maar dan hebben we hier een warmband, daar een dak. Goh, we hebben ook een dak. Het is een cabrio. Het is mooi. Dak eraf, anders blazen we iedere keer dak eraf. Stel hem over, joh. Dakje op. Dakje af. We hebben het dak eraf geblazen van jullie auto. Bolidetje. Dak is eraf. En dan gaan we. Ratata. Oh. Zo, ook wij doen netjes ons gordel. Knappe jongen. We zijn wel zo. Dikke kop niet stappen! Dan doen we het zo. Rap jij hem in, dan zeg je dat ik het ben. Ja, maar dat is net wat je vroeger deed bij mij. Ja. Luister, deze man hier naast mij, is mijn neef, ik ben heel gek met hem. Maar deze man hier, misschien kennen jullie mij van vroeger als Prees, waarschijnlijk niet. Ik rapte vroeger als Prees op Babyfase en ik had een paar nummertjes gemaakt, wat liefdestracks. Nou, Prees heb ik nooit gebruikt, Babyfase. Dat... En toen, zeg maar, ik wat ouder was en hij had mijn leeftijd dat ik dat nummer had opgenomen. Toen ging hij dus dat nummer van mij naar iedereen toesturen en dan zei hij, ja, die heb ik voor jou gemaakt, dat was mijn nummer. Luister goed, meisje, jij bent mijn schatje. Wat er ook gebeurt, je bent voor altijd in mijn hart. Hoeveel mokjes heb je daarmee versierd? Veel. Door mij, hè? Door zijn stem. Jongens, ik heb er zin in, hoor, radio. Ik heb er ook zin in. Jongens, we rijden langs het stadion. Ik ben normaal, het schuld in. We rijden langs het Mac 3 Park Stadion. Euro, dus. We zijn onderweg naar RTV Zoo. Zo, de vaart heeft de Friese steken van kregen. Ik kom van de sopa, toen maar hoor. Toen maar op het naakje van de sopa, poeperikkie. Ja, we zijn gearriveerd. RTV Oost. Hoi Wim. Hoi. Ik zit hier in een verknalling. Ja, jongens, we zijn gearriveerd. Hey. We zijn gearriveerd. Wim is zenuwachtig. Ik ben zo zenuwachtig. We gaan ons nu even melden. Ik weet het ook niet hoor. Jongens, op zoek naar RTV Oost. Goedendag mevrouw, mag ik u iets vragen? Nee, even niet. En wij zijn op zoek naar RTV Oost. Wij moeten vanavond bij RTV Oost zijn, straks. Ja? Is goed, dankjewel hè. Topper. Dankjewel. Val, joh, kijk, mensen kijken me toch anders aan als je met een cameraatje in je hand loopt. Die denken gelijk dat ze jou, dat ik ze wil interviewen of zo, maar dat is het niet. Of wel? Ja. Schandaal. Mag je wat trappen? Nee. Mag je wat trappen? Nee, ik ben druk. Ja, maar ik moet RTV's. Oh, dat is daar. Oké, nou. Jongens, we lopen nou naar de andere kant van het gebouw en vinden die het wel. We zijn er nu. We zijn met Oostwanted. Ja. Check ze op YouTube. Cool. Dikke track, sauce, lekker rauw. We drinken 2 bakken koffie en dan gaan we weer weg. Ja, straks gaan we een beetje optreden en interview geven. Zien we wat het was? We stonden bij RTV Oost. Dat was bij Radio Zo. Ja, nou, we gaan erin. Hier is het. Lopen jullie even stiekem met me? Echt.
zitten, hier rechtvoor. Ja. En ik geloof dat het... Maar hier zitten voor mij de jongens van Gypsy Mafia. En ik kreeg vanochtend een biootje, zoals het heet. Gypsy Mafia is een collectief uit Zwolle. Staat erin bestaande uit de neven Piet Junior en Willem H. En die zitten hier voor mij. Ze houden zich voornamelijk bezig met het maken van rap en trap muziek. Of moet ik zeggen rap en trap? Rap en trap, ja. Ja, nou, wat is dat dan? Ja, rap is gewoon meer basis hip-hop gebeuren. Mm-hmm. En trap is meer, ik weet niet eigenlijk hoe ik dat moet schrijven, maar het is meer new school, wat sneller, wat andere beats, andere opbouw. Geen boom bap, maar gewoon, Maar wat ik heel interessant vond, was het volgende. Beiden zijn geboren en getogen op het woonwagenkamp in de Zwolse wijk Berkum. Ja. Willem, een jongen van Sinti afkomst, was al vroeg bezig. Ja, we hebben net een interview gehad bij RTV Zoo, of RTV Zo, dus niet Oost. Zo. Het zat er wel naast, maar daarom deden ze het zo over. Zo is met twee O's, zo is met één. Oh, zo, RTV Zo. Ik heb het langs op school gezet. We hebben een interview gehad, was leuk. Was gezellig, we hebben twee nummertjes gedaan, ons nieuwe nummer hebben we daar gedaan. Maar ja, als je niet hebt geluisterd, dan moet je nog heel even wachten voordat je wel weer komt te luisteren. En als je wel hebt geluisterd, hoop ik dat je het laatste stukje vergeet. Wim was weer gek aan het doen. Het was of shout-out naar Nomad of dat stukje. Dus ik denk, doe shout-out niet. Dus dit geen shout-out naar Nomad. En niet vergeten, Nomad komt binnenkort, hè. Dus allemaal blijven luisteren, blijven kijken, blijven volgen. En jij dan mag gewoon rechtdoor blijven kijken, dan komt Nomad. We gaan jullie ons weer zien. Oh. Goeie lekkere zonnige morgen. Het is donderdag vandaag. Het is 8:30. De zon schijnt al helemaal. Het is wel lekker. En vandaag gaan we naar Zaanstad. Zaanstad of Zaandam? Zaandam. En in Zaandam gaan we een nummer opnemen met Bianca en Mike. Mike kennen jullie wel. Van Barbie. Van de Real Life Soap. En Bianca is van de Foom Foom. We gaan ook een nummer opnemen voor de Foom Foom, dus café in Torremolinos. Zien we wat er van komt. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Ja Jordi, ja. Bedankt dat je Wim erop gehaald, dus je kent me weg, want je mag toch niet mee. Ik ken niet mee, jongen. Allemaal blij, hè? Jongens, Wim Haas zie je! Ik zelf. Hey, doe die Charlie, de manager, is hier! Ik zit vol. Kop glimt. Glim ik? En je glimt een beetje. Jij lijkt me gelig. Knappe jongen, ik heb last van het leven. Heb jij een t-shirtje van mij? Nee. Want ik had geen schone t-shirt bij, dus ik denk ik ga gewoon zo. Oh. Hey, is ook van Louis Vuitton. Hey. Ja. Maar nu wil ze Louis. Ik heb alleen maar Louis Vuitton voor deze eigenlijk kwijtmaken. Ik heb alleen Louis. Deze gaan vandaag kwijt. We moeten even vertellen. Ja, lijkt mij niet gek, hè? Bij de opnames van Scrabbers. Die andere wel, pik. Jongens, vertel even wat er is gebeurd. Vertel even de hint achter de grap. Wat is gebeurd met Wimmy's vorige bril? Deze bril, dus Wimmy's vorige clipshoot van Scrabbers, is die verdwenen. Wimmy, zeg even wat je net zei. Thank you. Thank you very much. I would like to do it so that's quite nice, that's what I'm going to thank you. Maka, this for you. Wise men say... Thank you. Oh, there comes, jongens. Oh! Wise men say... Ja, dan kan ik het niet meer. Wat was je aan het doen dan? Rustig een keer met handjes zo. Die koppen in, stap weg! Falling in love with... Griekenpaas. Gaan we hier nou eten of is hier de studio nou? Ja, zeker. Wat denk je nou? We gaan bij een broodje halen. Ik weet... Hé,
Hey, luister allemaal de vlog volgen, want we gaan heel erg leuk doen. We gaan een rondje lopen overal. We gaan overal kijken. We gaan opnemen en bikken. We gaan de mensen de gek aan steken door het lachen. We hebben pannen zet bij, we gaan er geen afwenden. Ik ben nou in Zaandam al. We gaan even wat sneller gaan pakken. Ja. We zijn roestig. Roesthoek? Roestgroep. Waar zijn we nou? Zijn we in Zaandam? Bij Boer Geert. Ik ben Boer Geert, ik kom in Drenthe en ik ben van disco. Het is gewoon niet te geluk, maar het is zo. Als ik die disco hoor, dan trill ik op mijn benen. Jongens, Jordi is bij de wagen, die heeft een nieuwe wagen. Hoe lang als 2 minuten erbij staan, hè? Wou je daar die studio bouwen, Jordi? Ja, daar zit de studio in, pik. Het past wel in. Schreeuw er eens een keer in naar Jordi. Kijk eens of iemand thuis is. Mam! Mam, ben je bij de wagen? Wacht een stik van de rol. Je raadt het nooit. Nou. Papa is er niet. Mam, papa! Je papa ligt met een andere vrouw in bed. Nee, maar Wim die CD kent echt wel. Dus wie woont hier? Kinderen, poes! Stop eens met stofs. Kun je mij een keer mijn t-shirt pakken? En mijn sokken? Mag geen sokken meld van me. Kun je ook mij even een t-shirt pakken? Jongens, we zijn hier met de enige echte. Kobus Duits. Kobus Frans Engels. Frans Engels. Frans Engels. We gaan even een broodje pakken nou. Jongens, waar zijn we nou? Ah, jij hebt nog een goed. Waar zijn we? Is het Gucci? Bij de PC. Gaan we bij Gucci kijken, jongens? Gaan we bij Gucci kijken. Maak even Snapchat foto. Zo weer terug. Wat een mouse, hè. Jongens, we gaan de Gucci maar hier binnen. Een polootje kost aan mij. Gek, kost 3 mooi. Spoed maar gewoon in de PC, ja. Nee, je niet. Big. Die zijn toch de bom? Kijk deze. Een blauw? Kijk, ik vind jou geweldig mooi, man. Gek. Hé, omdat ik mijn bril kwijt ben. Nee. Wat wil jij maar doen? Ja. Ik vind ze niks anders meer. Dat is mooi. Ik vind ze echt niet mooi. Ik pas ook nog wel. Ik vind deze echt mooi in die hoek. Ja, ik hou ook nog zo. Ga je valt precies goed. Ik moet zwart, jongens. Maar ik vind deze dan nog mooi, zeg ik eerlijk. Die zijn mooi, hè? Die heb ik van deze was gezien. En die andere? 6 groot. Oh ja, 6,5. Hey Pieter, een fietstaxi. Ga erop zitten. Grapje. Dat is wel de Simon. Wij vervelen ons en jij moet wat met... Dat kan niet, ik moet werken, daarom. Vastbouwde Sima, wij vervelen ons zo. Jij moet wat bedenken. Maar dat kan niet, je moet werken, daarom. Nou jongens, dat was de Peetje Hoofdstraat. Iedereen is te zuinig om wat uit te geven. Maar ik eigenlijk niet overgesteld van die andere rappers. We zijn tegenovergestelde. Die anderen nemen jullie mee om wat te kopen, wij nemen jullie mee om gewoon te laten zien. Dit is een cursus zelfbeheersing. Ja, deze jongen moet schoenen hebben, maar hij koopt niks. Hey jongens, we zijn in de studio. Ja, we zijn er. We zijn met Pieter, ik ga even een sigaretje roken, ja? Mensen, we nemen jullie vandaag mee naar een hele mooie dag. Dus, en de... It was at this moment that he knew. He fucked up. Als je deze... Laat me zitten. Vlog jij maar niet meer. Ik kom er even niet uit. Ga bij die camera even dan. Maar wat wil je zeggen dan? Ja, gewoon naar mij. Goeiedag mensen, we staan even buiten lekker. Voor de studio. Even van het zonnetje genieten nog, voordat we beginnen. Of voordat hun beginnen. Ik ben vandaag alleen mee voor de lol natuurlijk. Of niet, Piet? Je bent gewoon mee omdat dat we je zo'n leuke jongen vinden. Ze vinden we zo leuk. Heb jij vuurtje? Nee, ik heb geen vuur. Maar in ieder geval, vandaag proberen we zoveel mogelijk te filmen. En jullie zoveel mogelijk te laten zien van wat er vandaag allemaal voor mooierigheid is gebeurd. Dus. En ik ga een vuurtje. Is goed. Jongens, ik moet even een vuurtje maken. Ja? Ja, ik ben even een sigaretje aan het roken. We zijn aan het wachten op Bianca en Michael. Michael.
Zoals hun er zo zijn, dan gaat het hele feestje beginnen. En dan, we zien het wel. Het is in ieder geval tot nu toe nog een mooie dag. Het zonnetje schijnt, we hebben nou al zin. We hebben het al gezellig gehad, we hebben even een terrasje gezeten. We hebben even wat gedronken daar. We hebben op de PC gelopen. De jongens hebben wat gekocht. Tot nu toe is het nog sowieso een geslaagde dag. En het kan alleen nog maar mooier worden. Dus ja. Zal je dit even meenemen, klein stukje? Kijk. Hier gaat het gebeuren straks. Ja, dit is het. Ja, hoi. Jongens, we zijn in de studio nog steeds. We zijn aan het wachten. Michael en Bianca zijn boven alvast aan het opnemen. Wij zitten nog even beneden. Speelt een stukje gitaar. Ik heb fijn een groene rekker erbij. Jordi is nog steeds bij het jaar. Komt ie. Ga je weer. Nou Wim, zing op. Kom op jongens, Foxy Fox. Wat een ouderwetse muziek. Van Gypsy Mafia, hé. Adiós, cobra. Adiós, cobra.
Dan stop je nou in de zak? Stop ik in de zak. Nee, nee, nee. Je moest staan. Had ik daar een t-shirt hebben? Ja, die twee plekken die zie je ook niet meer. Had ik dat? Meneer, mag ik u iets vragen? Mag ik u iets vragen? Komt u uit India? India, ja. Ja? Jij bent toch wat Sinti meer? Sinti meer? Ja, weet ik niet. Sinti. Een zigeuner, Sinti. Hoe tellen jullie tot 1, 2, 3? Tel eens. 1, 2, 3. Jij doet 3, sta, bar, sta. Ik doe 10. Ik doe 10. Sinds ben ik. Het is bijna hetzelfde. Waar kom je vandaan? Ik ben een zigeuner. Van waar? Sinti. Ja, gewoon uit Holland. Holland hebben we ook zigeuner? Ja, natuurlijk. Ja. Maar wij ik niet. Nee, dat weten we. Je hebt in India heb je ook een Sinti meer. Ja, maar. Ja, dat is niet meer. Ik ben 36 jaar in Nederland, ik weet niet. Nee. Hoe lang? 36 jaar. Ja. En hoe zeggen jullie 10? Das. Ja, des zeggen wij, des. Ja, des. Ja. Jek, doei, trinsta, punch, ifta, ochsta en ja, des. Ja. Leuk hè, bijna hetzelfde. Ja. Alleen jullie zeggen op Duits, wij zeggen des. Hoe zeggen jullie dan? Ik heb hier een chauffeur vrouw gezien, die hebben ook zo hier, zo, weet je? Piercing. Piercing. En we hebben ook in India, weet je? Ja. Cool. En ik ben een koei en hun zijn gek van mij. Zo bijna hetzelfde. Maar hoe zeggen jullie dan, hoe gaat het? Ja, alle. Nee, ja, Ajala. Misto, ciao. Wist u dat we hebben zigeuner in Nederland? Ja, heel veel. Ja, heel veel. Of kijk, laat zien. Maar die onderkant van die pet. Zigeuner woon op die. Oké. Ja, nu is het, dat is heel oud, hè? Ja. Nee, maar in India heb zigeuner zo'n karretje. Met een zeg maar ox, ja? En met een koe. En die lopen heel lang door. Ja, hier. En ze maken ijzer dingen. Dat is zigeuner. Ja, maar zigeuner over de hele wereld. Ja? De hele wereld. Hele wereld. Allemaal uit India allemaal. Allemaal uit India. Heel lang geleden, hè? 500 jaar geleden. Nee, dat bent u zigeuner. Langer dan, ik denk, bijna 400 jaar geleden al. Ja. India al. Ik kan nog herinneren. Ja, maar dat zijn... veteraan was in Vietnam. Ja. Dat is al lang geleden, hè? In die oorlog toen. Ken je daar ook nog een mond van? Ja. Komt er nog steeds veel uit? Nee. Nee, niet meer. Gewoon één keer in de week. Hij doet hem al. Oh. Dat is die trekkervinger. Zo'n bier? Nee. Meneer, hoe heet uw zaakje? Beetje reclame, we zijn een artiest, hè? Kaas op. Beetje reclame, maak u. Beetje reclame? Decitawa. We zijn nu live. Waar zijn we hier? We zijn nu live met FDL, maak u. We zijn hier bij Decitawa. Ja. En dit is de grote baas. Hey. Decitawa zelf. Ja, volgens mij is het van Bikkie. Het is echt lekker eten. Ziet er goed uit. Ziet er goed uit. Ja. Het is in Zaandam. Sluispolderweg 11. Unit A11. In Zaandam. En de rest komt vanzelf. Ja, jongens. Lekker broodje curry masala. Jordi die zit fijn aan de cheeseburger. Is het lekker? Lekker, Wim? Ja, dat lijkt ook zo. Yo, jongens, leuk dat jullie kijken. Het is Piet Junior van Gypsy Mafia. Hey, ik ben hier met... We gaan doen in de dark minigolf. Hi, man. We gaan golfen met minigolf. We gaan minigolven. Hey, blijf mijn biertje af! Blijf mijn biertje af! Dit is jouw bier, jongen! Jongen, je kan die zigeuners niet vertrouwen, want ze jatten je biertje nog af als bord. Ja, ik toch blauw in de dark. Nou. Zul, laat die shirt zien. En we houden niet op mij, ze zijn nou geposeerd. Ja, ze zit nou strak met Annabelle. Minimum! Doe die duckface in mid. Jongens, gezellig! Gezellig bij die. Ja, jongens, we gaan nou een midget golven. We gaan nou met een midget golven. Blij dat ik erbij ben. Umid, wil jij nou wat zeggen? We gaan midget golven. Ja. Nou, dat is best wel goed, ja. Balletjes hebben we al, hoor. Ik wil er niet. Ja. Er zat er één korte tussen, die is voor Sylvie. Nou, vind je dat een korte been, hè? Ja. Hebben we geen
Hebben we geen blaadje waar we op moeten schrijven hoeveel punten we hebben? Oh, ik wou net zeggen. Hey. Ik heb een korte. Dat zie je dan, maar wat zie je dan? Korte benen. Dat kan ik ook wel niet doen. Kijk, kijk. Wacht, wacht, wacht. Hey, kijk dan, kijk dan. Kijk, let op, let op, let op, let op. Oh ja, goed Wim, goed jongen. Kijk dan, kijk dan, kijk dan. Ja, goed Pik. Kijk dan, kijk dan. Ja, heel goed. Ja, heel goed. Vijf. Hoeveel? Vijf. Haat in vijf. Schrijf even op, Sil. Sil, schrijf even op bij Umiet, vijf. Hé, hé. Zie je me zitten? Dan moet je even bellen op het onderstaande nummer. Ik ben voor alles in. Echt waar. Hij is niet goed. Als ik doe echt alles hoor! Die zigeuners spelen altijd vals. Nee, dat mag niet! Nee, dat mag niet! Nee. Dus dat is gewoon iets. Ik ben de laatste. 3, 4. Doe even serieus dan. 3. Nee, 2. Heel tactisch hoor. Dit is 2, hè? Dit is 2. Dit wordt 3, maar je gaat naar de 4. Oh! Hey Sil, kun je me even de putter aanreiken? Ja, hier. Zes keer. Hey Wim, wat is jouw handicap? Oh, ik heb 1 handicap en dat is mijn wijf. Umiet, wat is jouw handicap? Ik? 6 keer, Umiet. Helemaal niks. Umiet dat 6 keer. Umiet 6? Umiet's handicap is Umoet. Het gaat hier heel... Umiet's handicap is Umoet. Het gaat hier heel fanatiek aan toe hier met dat beetje golven. Wim, word je niet nat? Je staat in de regen, Pik. Loopt u zo alleen in de regen, je vrouw? Mag ik u een eindje vergezellen? Nou, ik ben daar eigenlijk tegen, meneer. Zal ik u wat dadelijk vertellen? Pardon, je vrouw, de regen zo. Geeft u mij een darm? Dat mag niet van de zuster, maar het is wel lekker warm. We zijn klaar met het golven. De winnaar is Silvio. Gaan we nou wokken? De tweede plaats Umiet. Wimmy was als laatste. We hebben gedaan. We hebben vandaag eerst gebold, toen gebitterbald, toen gemidget golf en nu gaan we warm. Is dat zo, Sylvia? Hey, zullen we hier gaan op die vriendenkussens? Ik heb zin in Polen. Op die ik was er één. Waar heb je zin in, Wimmy? Ik heb er niks in. Wat is hij? Kijk allemaal de gypsy vlog. Die moer weer! Dat staat erop! Zo moet die vlog beginnen! Nee. Waarom doet Sil dat nou? Dat staat erop! Waarom kijken jullie nou niet kijken, man? Jij gaat het sowieso zelf betalen hoor, wij gaan hier niet aan meebetalen. Jij gaat het nou tegen de Chinees zeggen? Chinees? Kijk even wat Bim heeft gedaan. Bim, er ligt een ding bij, raap het even op. Ja, Bobje? Ik heb begonnen, jullie maken het aan. Dat staat erop. Dit is mooi, dat ik zeg, dit is de Gypsy Mafia vlog en hij, bam, alles kapot. Schrijf op brengen, kom op. Ja, ja jongens. De week is weer voorbij. Ik lig lekker op de bank. Ik denk dat Wim ook lekker op bed ligt nu. Was echt slopend. Dinsdag zijn we bij RTV Show geweest. We hebben een item gedaan. Hebben we een interviewtje gehad, hebben we 2 nummertjes daar live op de radio gezongen. Dat is echt een hele mooie ervaring. Donderdag zijn we bij de Music Experience geweest in Zaandam. Geweldige studio met Kobus Engels, Bianca van de Foom Foom en Michael van de Plas. Van de Real Life, zo weet je niet, met Michael en Barbie. Hebben een nummertje opgenomen samen met hun voor de Foom Foom. Leuk nummertje is het wel geworden. En binnenkort clipjes daarvan schieten. Dat is ook leuk, alle jongens mee zijn een dagje Amsterdam van gemaakt. En net hebben we gemidget golfd en gebold in Zwolle bij bowlen en zo. Dat is ook gezellig met de jongens. Morgen nog lekker 1 dagje weekend en dan begint de andere week weer. Dus ik ga nou lekker even nog het Eurovision Festival kijken. En dan ga ik naar bed. En dan zie ik jullie over 2 weken weer. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal en een duimpje omhoog te doen. Veel liefde voor jullie allemaal en hopelijk tot de volgende Gypsy Mafia vlog. Jojo.